gecommuniceerd is. De oppositiepartijen in provinciale staten zijn bereid samen te werken met de drie overgebleven partijen in het provinciebestuur. Partij van de Arbeid, VVD en D66 moeten op zoek naar een nieuwe partner nadat GroenLinks afgelopen vrijdag uit het college stapte. De partij was het niet eens met de bouw van een megastal bij Bourtange. Volgens mij is het een logisch gevolg. Kijk, als de fractie van GroenLinks en de gedeputeerden zeggen wij willen niet meewerken aan een besluit wat de Provinciale Staten genomen is, ja, dan moet je je knopen tellen en dan kom je erop uit dat je dus ja, gewoon terug moet treden. Dat zou uit het college zijn gestapt, vind ik heel goed. Want eigenlijk hebben ze nu hun principes gevolgd en dat had ik ook al verwacht met die steenkolencentrale, de vergunning die de gedeputeerde van de ploeg een vergunning verleend heeft aan die steenkolencentrale. Is het niet raar dat ze de kolencentrale wel door laten gaan en over zo'n megastaal vallen? Ja, en misschien horen die twee dingen al bij elkaar. GroenLinks heeft natuurlijk ongelooflijk veel pijn in haar buik gehad van die kolencentrale. Daar hebben ze verantwoordelijkheid voor genomen. Dat is hun keuze, ga ik niet over. Maar dan ook nog eens een keer de verantwoordelijkheid van de megastaal nemen. Ik kan me wat dat er gaat wel voorstellen dat dit een druppel te veel was voor GroenLinks. Gaat dit ook de sfeer veranderen in de provincie? Nou, ik denk dat GroenLinks nu wat meer fanatieker oppositie gaat voeren, want ze zijn nu vrij. Hè? Ze hebben niet meer, lopen ze aan het handje van de Partij van de Arbeid. En ik verwacht als de ChristenUnie of CDA in het college gaat zitten, dat het toontje van de ChristenUnie en van het CDA wat gedempter zal worden. Dat zullen we denk ik wel merken als dat gebeurt. De oppositiepartijen willen graag samenwerken met de overgebleven partijen in het college. De ideale samenwerking. Volgens mij hadden we die vlak na de statenverkiezingen van 2011 kunnen maken. Toen was er in Groningen als enige provincie in heel Nederland een linkse coalitie mogelijk. Daar hebben wij toen echt onze voorkeur voor uitgesproken. En volgens mij moet dat nog steeds onze voorkeur hebben. Ik zou met elke partij wel kunnen samenwerken. Want de PVV is de Partij voor de Vrijheid. En de Partij voor de Vrijheid hecht zeer aan democratie. En dat is ook de reden waarom wij ook meegaan in democratisch genomen besluiten. We zullen altijd onze argumenten en onze mening zeggen. Maar je moet je wel conformeren aan wat er besloten wordt in de Provinciale Staten. Want die is de baas. En als daar een meerderheidsbesluit genomen wordt, dan zul je daar toch aan mee moeten werken. De drie coalitiepartijen waren vandaag niet beschikbaar voor commentaar voor de camera.